Goeiedag. In deze 30-daagse verwachting gaan we kijken naar het eind van februari en het begin van de meteorologische lente. Nou, de meteorologische lente begint op 1 maart en we gaan kijken of de temperaturen meteen meedoen met de seizoensverandering. Nou, deze maand is tot nu toe best zonnig geweest en heel droog. Er is op sommige plaatsen nog maar nauwelijks neerslag gevallen sinds 1 februari. Maar deze dagen hebben we toch met onstuimig en wisselvalliger weer te maken. Er staat een stevige wind, hoge golven aan zee. Maar de komende dagen krijgen we ook met regen te maken. En dat is eigenlijk pas voor het eerst deze maand dat het tot noemenswaardige hoeveelheden komt. Plaatselijk kan tot en met het begin van volgende week zo'n 20 mm neerslag vallen. Met name in het noorden en noordoosten van het land. Daarna zien we, volgende week dus, dat zich een hoogtetrog zo'n beetje vanaf Noord-Europa naar het zuiden toe uitbreidt, helemaal tot in het zuiden van Spanje aan toe. In onze regio dus lage druk, terwijl op de oceaan zich een hoge drukgebied ophoudt. Waarschijnlijk is die trog, zoals we dat noemen, dat lage drukgebied, net iets westelijker gelegen, waardoor de wind bij ons veelal uit het zuidwesten of zuiden gaat waaien. En dat heeft ook effect op de temperatuur. Hier staat namelijk die zuidenwind. Daar komen de temperaturen volgende week boven gemiddeld uit, 1 tot 3 graden gemiddeld. Terwijl richting de Britse eilanden en nog verder naar het westen op de oceaan de temperaturen wat lager zijn dan normaal, want daar staat dus aan de andere kant van die hoogtetrog een noordelijke stroming. Nou, bij ons dus zachte dagen, 10, 12 graden meestal. Kleine kans op vorst, eigenlijk is die kans vrijwel uitgesloten. Dat komt pas daarna. Dat zien we ook op de pluimverwachting. De komende periode eigenlijk heel constant temperaturen overdag rond de graad of 10 à 12. De nachten zijn in eerste instantie ook behoorlijk zacht met 5 tot 8 graden. Maar geleidelijk aan als die hoogtetrog boven onze omgeving ligt en het wat vaker opklaart, dan zullen we zien dat het 's nachts ook meer opklaart. Wind neemt af en dan kan het een stuk kouder worden met landinwaarts een paar graden vorst. Veel meer dan dat zal het ook niet zijn, dus echt winters, nou dat wordt het voorlopig zeker niet. Kijken we een weekje verder, in de week van de maandwisseling, dus de wisseling naar de meteorologische lente. Dan zien we het hoge drukgebied dat eerst boven de Atlantische Oceaan lag, geleidelijk wat richting onze omgeving verplaatsen. Op zich is dat interessant, want wanneer de positie ongeveer klopt zoals op deze kaart wordt aangegeven, komt bij ons een noordoostelijke tot oostelijke stroming te staan. En zou de aanvoer van wat koudere lucht vanuit Scandinavië of Oost-Europa toch langzaam wat meer op gang kunnen komen? Echt veel kou is daar niet voorhanden. De koude lucht is helemaal weggeblazen tot ver in Rusland. Maar de temperaturen kunnen dan toch een klein beetje omlaag gaan. Naar waarde in ieder geval rond normaal voor de tijd van het jaar. En dan spreken we over overdag zo'n 5 of 6 graden en in de nachten wellicht een paar graden vorst. Nou, onder dat hoge drukgebied zien we ook dat de neerslagkansen duidelijk afnemen. De oranje kleuren die tonen een neerslag totaal ondergemiddeld aan. Dus het wordt dan weer relatief droog voor de tijd van het jaar. De temperatuurkaart, dan zien we dat de rode kleuren zich naar het oosten en zuidoosten weg verplaatsen. Bij ons witte kleuren, blauw ook een beetje boven Frankrijk. Dat betekent dat de temperaturen dus rond normaal kunnen uitkomen. Maar een paar duidelijk koudere dagen zijn ook zeker niet uitgesloten. Waarin het dus ook echt een aantal graden kan vriezen. En misschien ook wel tot een paar winterse buien kan komen. Wat overigens begin maart heel normaal is. Kijken we dan richting half maart, dan zien we dat dat hoge drukgebied eigenlijk een beetje verdwijnt. Lijkt hier nog wel wat te liggen. Maar lage drukgebieden krijgen wat meer de overhand. Een westelijke stroming lijkt er weer wat meer in te komen, met name net ten zuiden van onze omgeving. Daardoor neemt de invloed van lage druk dus weer toe en ook de neerslagkansen worden dan weer groter. Dat zien we ook op de neerslagkaart voor die periode. De oranje kleuren zijn verdwenen. Her en der zien we wat groene kleuren verschijnen. Heel overtuigend is het niet, maar dat heeft ook met de lange termijn te maken. De onzekerheid neemt dan wel wat toe. Echt lenteweer lijkt voorlopig niet aan de orde. Dat kan wel de conclusie zijn. Tot half maart zijn echt temperaturen van 15 graden of misschien zelfs ruim daarboven waarschijnlijk niet aan de orde. Even zo goed maakt winterweer van betekenis weinig kans meer, omdat er gewoonweg geen kou zit in Europa. We kwakkelen een beetje verder met temperaturen die voorlopig hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar begin maart zou het dus een tijdje wat kouder kunnen worden. Ik wens u een goed weekend.